Kiosk. In het Jeneverhuis in Eeglo loopt er momenteel een tentoonstelling van Romain Koemelk. De grafisch kunstenaar pakt uit met zijn meest recente werk. Je vindt er de typische Koemelk-portretten terug, het cartooneske mensje. Het is allemaal recent werk van de laatste 3 jaar. Een selectie ervan. Ik heb er een tachtal gemaakt, maar een selectie naar 63. Mijn grote inspiratiebron is het vrouwfiguur. Ik heb niets tegen landschapsschilders in geen geval, maar dat treft mij niet. De figuraars hebben mij altijd geboeid. Ze hebben mij altijd geweldig geboeid. En dat is al heel mijn leven zo. Ik heb ook composities gemaakt voor de cinema's en voor de calico's. En nu in schilderijen en grafieken. Dat boeit mij het meest. Ik heb meer dan 300 cartoons gepubliceerd. En in de cinema's en de calico's, dat was dag en nacht. Figuratie en blattering. Dat heeft mij altijd geboeid, altijd geboeid. Nou ja, en dan bleef ik er dan mee bezig, ja, en de composities maar. Je bent met een idee gewild vertalen. Zijn hij in zwart-wit, of in gouache, of in olieverf, je wilt vertalen. Voor Romain is het een moeilijke periode. Hij moest afscheid nemen van zijn steun en toeverlaat Lucien. Sinds haar dood heeft hij geen enkel werk meer kunnen maken. Mijn vrouw is 2 maanden terug gestorven en de muze is weg. Zal misschien terugkomen, hopelijk, ik weet het niet, maar moet allemaal weer afkomen. Ja, mijn vrouw heeft me gesteund, zonder haar zou ik het nooit aangekund hebben. Ik maak nu geen plannen meer. Als het zou veranderen, wel ja, zou het dan misschien goed zijn om een keer mijn gedachten te verzetten naar mijn tekentafel terug. Nu zeg ik met mijn handen, nu denk ik, oh ja, allez, ga. Ja. That's life. Ik ben open van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur. De tweede helft van de week, vanaf de donderdag tot en met de zondag. Maar dan dinsdag, woensdag niet. Maar donderdag tot en met zondag. 2 weken na je. Ja.